mooie dorpje Klaswaal. En dan slaan we hier rechtsaf naar richting de Ouwendijk. Ook al een hele mooie route om te rijden voor mensen die er nog nooit geweest zijn. Hier nog maar even rustig aan doen. En hier mag hij weer 60, dus. Richting Ouwendijk. Naar deze dijk. Best een hele lange dijk, maar best wel een hele mooie dijk. Het is helemaal bedekt met bomen en. Dit zijn nog eens mooie routes om te rijden. Niet te gek ver weg. Hier links van mij, dat is allemaal tot aan Straaien toe. Dat is allemaal weiland. Weiland, hele zachte grond, een beetje moerassig. De skelterbaan is er ook nog. De grootste skelterbaan van Nederland hebben we daar. Zelf. Is dat nou wel een mooie route of is dat geen mooie route? Het wordt nog mooier. Dan gaat het rijden. Dan maak je toon ook eens een keer filmen. Flink door hier, op een onbekende weg voor hem, dus je schoppelijke. Blijven kijken, hè. Ja, een beetje remmen, ja. Want hier weet je het nooit. Blijven gevaarlijke bende.
beetje rustig aan doet daar met dat paard. Je weet het maar nooit, hè. Ik kan altijd een schrikreactie geven. Toen wist ik niet meer. Nou. Hier zitten we op een dijk, dat komt uit op Strijensas. Hele mooie dijk, hoge dijk. Als je hier even niet goed oplet, dan leggen ze zo, een stuk verder is dat, dan leggen ze zo 1 meter of 10 naar beneden. Dus dat weet je wel. Even kijken voor de fietsers. Die mensen zitten ook lekker te genieten van Bambi. Kijk, dit zijn al de weg en hier waar ik het liefst rijd met de motor. Naast wel dat ik hier heel goed bekend ben in Doekzewaard, dus dat kan ik uit mijn duimpje, kijk wel zeggen. Ik blijf zeggen, het blijft een stik mooi eiland. Niet omdat ik er nou zelf vandaan kom. Het is wel schitterend. Want je weet het maar nooit, ze zijn druk doende. Schitterend hier. Mensen die veel fietsen houden, maar die kunnen hier de lol op. Beschermd gebied, hè? Even een paar zouden bij de jachthaven. Even achterblijven, want je weet het maar nooit. Nou, dat bedoel ik maar. Nee, nou. Strijensas.
een plaatsje. Een café in Arenberg. Winkeliers hebben ze niet dus. Nee, ze moeten allemaal naar een andere gemeente. Nou. We gaan hier even een korte pauze houden.